Wat is er zo bijzonder aan Harbeke Den Haag? Het is hier een totaalbeleving, van begin tot eind. Je komt hier niet alleen voor goed eten, drinken en service, maar van begin tot het einde van het bezoek worden al je zintuigen geprikkeld. Als je wat te vieren hebt, of je wil een speciale avond, of je hebt een deal gesloten, of je dochter is geslaagd, dan ga je naar de Harbeke Club. Daar staan wij in Nederland onbekend. Waar was die schaduw nodig? Wij hebben aan beide kanten een open balkon. We hebben ervoor gekozen om aan één kant een gesloten balkon te maken, zodat wij ook wat meer zitplekken kunnen creëren, ook in minder goede weeromstandigheden. Wij hebben gekozen voor Markilux 8800. Markilux staat bekend om zijn kwaliteit, zover wij hebben ondervonden en toen destijds hebben onderzocht. Wij hebben daarvoor gekozen omdat wij een zonnewering aan de buitenzijde wilden van de serre. Mede ook dat wij de hitte van de zon een beetje kunnen blokkeren en het wat efficiënter werkt. De serre van de binnenkant wat sfeervoller gaat zijn. De gasten die vinden het toch fijn als het wat meer sfeer is. Dus wij hebben het liefst de zonnewering altijd omlaag. Zeker als de zon vol schijnt. Ook de kleur van het doek natuurlijk mee helpt daarin. En het allerbelangrijkste is dat het tegen een stootje kan. Wij zitten natuurlijk op de vijfde verdieping, een rooftop restaurant. En wij hebben dus te maken met intensere weersomstandigheden. Hoe is de installatie gegaan? Nou, het was best een onderneming natuurlijk. Het is een monumentaal oud pand. De samenwerking met John van der Goes is echt vlekkeloos verlopen. Die waren verantwoordelijk voor de installatie. Wij gebruiken de zonwering dagelijks, elke dag. Wij kunnen met deze zonwering veel meer sfeer creëren. Dus het is niet alleen de hitte blokkeren en schaduw creëren, maar het creëert veel meer sfeer in de serre. Dus dat is voor onze gasten natuurlijk indirect onwijs plezierig.